in Top 2000 Café. Ja, we krijgen trouwens allemaal weer van die hele leuke jingeltjes binnen van een of andere mevrouw. Die doet er nog eens even eentje, gewoon luk raak. Gewoon zomaar ja, deze. Gewoon even. NPO Radio 2 is mijn doel. En naar bed met Ricky is mijn levensdoel. Zo. NPO Radio 2 met Rick van Veedoe 2. Helemaal oké. Okay. Nee, niet dat we jouw materiaal missen, Erik-Jan. Ja, dit is gewoon vrij in orde, dacht ik toch, of niet? Wil je er nog één of niet? Nou, hey jongens, we krijgen trouwens ook hele serieuze apps binnen. Heb je dat gezien? Wat dan? Scroll eens even wat naar beneden daar in de studio, Thomas. Bij Ton Huizinga. Ja, of we nou... Erik-Jan, hoor ik je nou hoesten? Ja, sorry, Pik. Oh, ik weet niet of het verstandig is als je er morgen bent. Nou goed, daar gaan we het nog even over hebben. We krijgen aan alle kanten krijgen we toch hele bijzondere mensen. Want doe nog weer eens een nieuw jingeltje. Er komt net weer een nieuw jingeltje binnen. Ja, mooi. Dat is echt ongelooflijk. Hartelijk bedankt voor dit leuke programma. Hartelijk bedankt voor dit leuke programma. Serieus, dit gaat dus om de 3 minuten. Doe eens even van 3 minuten ervoor. Van 3 minuten ervoor, tuurlijk. Hey, Erik van Veldhuizen, wees maar lekker jezelf. En doe dus lekker. Doe even van die 3 minuten daarvoor, Erik-Jan. Thomas. Pardon, ja. Hey, Rick van Veldhuizen, wees jezelf dus doe maar. Was het dezelfde volgens mij? Nee, zeker niet. Hij scheelt een seconde, dus het is sowieso een ander. Maar er zijn er nog wel meer, ik kan ook gewoon deze aanzetten. Het gaat de hele tijd door, man. The word, get in, the way. Met Rick van Veldhuizen 2 op NPO Radio 2. En nog eentje, hier. Ja. Ja, blijf nog een weekje ziek, jongens. Ja. Je bent ergens meer voor nodig. Maar het is toch bijzonder dat wij af en toe gewoon een soort van vrije thuisbesteding zijn voor heel veel mensen. Ja. Nou, kun jij ook iets moois? Kun je ook iets... kun je ook iets prachtigs maken? Ik kan morgen met 9,5 teennagel aankomen. 9,5 teennagel, ja. Prachtig. Nou goed, kunt u ook iets... Laat dan even wat van je horen. Of gewoon als je student bent. Of weet ik veel, als je dienstdoende arts bent. Of weet ik veel wat je bent. Maar heb je ook een kunstje wat je kunt? Net zoals deze Erwina. Alias Pina Jones. Dan vooral doen. Chineer je vooral niet. Deed zij ook niet. Geef ik je nu een...